papa. Hij moet weer naar zijn werk toe. Ah, arme papa. Kom mee, we gaan spelen. Ja, we gaan spelen. Peppa is dol op springen in modderpoelen. George is dol op springen in modderpoelen. Mama Big is dol op springen in modderpoelen. Oh nee. Mama, we hebben modder op papa's voetbalshirt gespat. Kijk dan. Oh. Dat geeft niet. We kunnen het wassen. Ja. Dat is zo gebeurd. Papa zal echt helemaal niets meer van de modder zien. We doen nog wat spullen in de wasmachine. Oh, mijn jurk zit ook vol met modder. Mama Big en George hebben nog meer vuile was gevonden. Heel goed, George. We doen de kleren hierin en dan zetten we hem aan. De wasmachine loopt vol met wasmiddel en water. Spet, spet, spet. Spet, spet, spet. De wasmachine laat de hele kamer schudden. Oh, Peppa, waar is jouw jurk? Die wordt gewassen, mam. Wat? Oh, nee. Kijk, mama. Mijn rode jurk is nu weer helemaal schoon. Ja, Peppa. Maar kijk eens naar de andere kleren. Oh, nee. Peppa's rode jurk heeft alle witte kleren roze gemaakt. Roze past niet zo goed bij de rest van de voetbalshirts. Oh. Gevaar, gevaar. Oliepeil is laag. Wat is olie? Olie zorgt ervoor dat een motor soepel kan lopen. En is de olie bijna op? Nee. Na zo'n waarschuwing heb je altijd nog even tijd. Olie is op. Oh, nee, hè? Gelukkig heb ik een tankje met olie bij me. Goed gedaan, papa Big. We doen gewoon de olie in de motor en dan... Oh. Wat is er? Er zit hier helemaal niets. De motor is weg. Daar zijn mama schaap en Susie schaap. Hallo, Susie. Hallo, Peppa. Wij zijn onze motor kwijt. Jullie motor kwijt? Ja, hij is helemaal verdwenen. Ik wil graag helpen, maar ik weet helemaal niets van motoren. Het is vast heel dom van mij, maar dit hier lijkt wel op een motor. Oh ja, goed gezien, mama schaap. Bij deze camper zit een motor aan de achterkant. Zo, dat is vast genoeg olie. Bedankt, mama schaap. Graag gedaan, hoor. Nog een fijne vakantie. Zijn we er al bijna? Bovenop de volgende heuvel. U heeft uw bestemming bereikt. Hoera! Het is bedtijd. Waar gaan we slapen? Mama Big en ik slapen in dit bed. Oh! En jullie tweeën slapen boven. Maar er is hier helemaal geen boven. Oh, ho, ho. Let maar eens op. Het dak van de camper gaat omhoog. De camper lijkt op ons kleine huis. Juf Geertje had een beertje. Sorry, mevrouw Gazelle. Oh nee, Pedro moet hoesten. Maak je geen zorgen. Ik zal even dokter Bruinbeer bellen. U spreekt met dokter Bruinbeer? Hallo, dokter. Met mevrouw Gazelle. Er is een kind ziek. Geen paniek. Ik kom er meteen aan. Wat is er allemaal aan de hand? Ik moet hoesten. Aha. Is het een kriebelhoest? Of zit het op je borst? Ik weet het niet. Maar de hoest gaat zo.
Hmm. En wanneer begon deze hoest? Toen mevrouw Gazelle begon te zingen. Het is niet ernstig, maar het kan zijn dat de hoest besmettelijk is. Wat betekent besmettelijk? Als er één iemand moet hoesten, moeten andere mensen soms ook hoesten. Krijg ik medicijnen? Alleen een klein lepeltje. Maar ik ben bang dat het niet zo lekker smaakt. Het smaakt naar een oude schoen vol met jam. Dank u, dokter Bruinbeer. Tot ziens. Dag. Dat dacht ik wel. Pedro's hoest is besmettelijk. Henkie Hond en Susie Schaap hebben Pedro's hoest nu ook. Mondje open. Het smaakt naar yoghurt met vloerkleedsmaak. Het smaakt naar bloemen. Wat hebben jullie het drankje keurig ingenomen? Wordt u zelf wel eens ziek, dokter Bruinbeer? Nee, Peppa. Ik ben nooit ziek. Papa Big maakt groentesoep voor de lunch. Papa, mag ik helpen? Ja, graag, Peppa. Zou jij al deze groenteresten weg willen gooien? Oké. Okay. Wacht even, Peppa. Groenteschillen gaan niet in de gewone bak. Die gaan in deze bruine bak. Oeh, Nana. Heel goed, George. Dat is een bananenschil. En er zitten uien en wortels en allerlei andere fruit- en groenteresten in die bak. Opa en oma zijn er vast blij mee. Maar mama, eten opa en oma Big dan alleen maar aardappelschillen? Nee, Peppa. Die zijn voor opa's tuin. Daar gaan de planten van groeien. Oh. We brengen het na de lunch naar hem toe. Oh, joepie. Mama Big, Peppa en George nemen de groenteschillen mee naar het huis van opa en oma Big. We zijn er. Hoera! Opa Big. Opa Big. Kijk, we hebben een cadeautje voor je meegenomen. Ah, groenteschillen. Fantastisch. Die vindt mijn tuin vast lekker. Kan jouw tuin dan groenten opeten? Oh, nee, Peppa. Deze schillen ga ik op mijn composthoop gooien. Wat is dat? Kom maar mee. Hier is het. Maar dat is een houten kist. Ja, Peppa. Maar het is een hele slimme houten kist. Ik gooi deze schillen er bovenop. En uit de onderkant komt prachtige, rijke grond. Dat is compost. Maar hoe kan hij dat dan? Is het soms een toverkist? Oh, nee, Peppa. Ik heb wat kleine vriendjes die hem een handje helpen. Waar? Hier in de kist. Kijk. Ah, kronkelwormen. Zijn we er nou nog steeds niet? Nog niet, Peppa. Laten we een spelletje doen. We zoeken allemaal een auto in onze lievelingskleur. Ja! Mijn lievelingskleur is groen. De mijne is oranje. De mijne is rood. En wat is dan jouw lievelingskleur, George? Blauw. De lievelingskleur van George is blauw. Eens kijken welke kleur auto het eerst langskomt. Oké. Daar komt Kaatje Kat in haar groene auto. Haha, groen. Dat is mijn lievelingskleur. Ik win. Hallo, Kaatje. Miauw. Hallo, Peppa. Daar is Henkie Hond in de takelwagen van opa Hond. Oranje, dus ik win. Hallo, Henkie. Hallo, Peppa. Daar is nog een auto. Het is Susie. Hallo. Hallo, Peppa. Blauw. Ja, George, dat is een blauwe auto. Jij wint. Dit is een stom spelletje. Er is echt nergens een rode auto te zien. En toch is er een rode auto, Peppa. Waar? Oh, welke kleur heeft onze auto? Die is rood. Ik win, ik win. Ze zijn aangekomen in de bergen. Je hebt een fantastisch uitzicht bovenop de berg. We zijn er. Hoera! Hoera! Kijk eens wat een prachtig zonnig uitzicht.
Oh nee, het begint te regenen. Waar is het mooie uitzicht nou? Daar is een mooi uitzicht. Het is de ijskokar van mejuffrouw Konijn. Hallo, mejuffrouw Konijn. Hallo, papa Big. 4 ijsjes, alstublieft. Welke smaken wilt u hebben? Mint, sinaasappel, aardbei en blauwe bessen graag. Oké. Wat een fijne dag om lekker te luieren. Papa Big is dol op luieren. Papa, ga je niet naar je werk vandaag? Nee, Peppa. Het is zaterdag. Op zaterdag werkt papa Big niet. Papa Big, je komt te laat op je werk. Maar het is zaterdag, mama Big. Of niet? Nee, het is vandaag donderdag. Oh. Op donderdag werkt papa Big wel. Tot later. Tot ziens. Arme papa, hij moet werken. Wat fijn, mama, dat jij de hele dag thuis mag spelen. Ik speel niet, hoor. Ik ben aan het werk op mijn computer. George wil het blije mevrouw Kipspel spelen. George, we kunnen het blije mevrouw Kipspel spelen als ik klaar ben met werken. Oh. Mama Schaap en Suzie halen Peppa op om naar school te gaan. Nee. Hallo, Peppa. Hallo, Suzie. Heel veel plezier op school. Tot ziens, mama. Werk hard. Mevrouw Schaap, werkt u vandaag of speelt u? Het wordt vandaag voor mij heel hard werken. Nee. Ik ga naar de sportschool. Wat doet u dan in de sportschool? Rennen, fietsen, touwtjes springen. Mama, dat is geen werk. Dat is spelen. Peppa en Suzie komen aan op school. Hallo allemaal. Hallo Peppa. Hallo Suzie. Joehoe, kinderen. Vandaag spelen wij winkeltje. Oeh. Wie wil de winkelier zijn? Ik. Peppa en Suzie mogen de winkelier zijn. Alle andere kinderen zijn de klanten. Goedemorgen, lieve biggetjes. Goedemorgen, papa Big. Ik hou van kamperen. Nu we op het platteland zijn, lijkt het me leuk om vandaag met z'n allen naar de natuur te kijken. Dat is een goed idee, mama Big. Wat denken jullie van een natuurfilm? Eén van de wonderen der natuur. Vogels. Zo schitterend. Hé, hey, ga daar eens weg, vogeltje. Zo kunnen we de tv toch niet horen. Oh, papa Big, het heeft toch helemaal geen zin om te gaan kamperen en dan alleen naar tv te kijken? Dat kan thuis ook. Je hebt gelijk, mama Big. Er zijn zoveel leuke plekken waar we heen kunnen. Zoals Boomwereld. Wat is Boomwereld? Boomwereld is een heel groot bos vol bomen. Dat klinkt eigenlijk best saai. Of we gaan naar Aardappelstad. Wat is Aardappelstad? Een rondleiding door een aardappelveld en dan mag je aardappels proeven. Dat klinkt interessant. Of we gaan naar Eendland. Wat is Eendland? Dat is een grote rivier vol met eenden. Eendland! Ik wil naar Eendland! Peppa en George houden van eenden. Hoe komen we bij Eendland? De camper kan ons daarbij helpen. Hallo, waar gaan we vandaag naartoe? Eendland, alsjeblieft. Volg de weg en rijd in een rechte lijn. Wij gaan naar Eendland, de camper neemt ons mee. Welkom in Eendland. Ja. Hoeveel kaartjes wilt u? 2 volwassenen en 2 kinderen. Geniet van de eendjes. Hemel, papa Big, u heeft dit boek wel 10 jaar geleend. Stoute papa. Sorry, mejuffrouw Konijn. Het is niet zo erg. Nu kunt u weer een ander boek lenen. Mejuffrouw Konijn, mogen George en ik ook een keer een boek lenen? Ja hoor. De kinderboeken staan allemaal hier. Oh, kijk! Veeën, bloemen, hele mooie jurken. Hallo, Peppa. Oh, hallo, Henkie. Ik ga een boek lenen dat over voetbal gaat. Nee.
Hallo, Peppa. Hallo, Susie. Ik heb een boek over verpleegsters. George heeft een boek over dinosaurussen. Dinosaurus. Kijk wat ik heb gevonden. Nieuwe avonturen in de wereld van beton. Hier is een rood aapjeboek. Nee, ik wil geen rood aapjeboek. Dat is echt heel saai. Maar dit is een ander verhaaltje. Misschien is het leuker. Ik weet bijna zeker van niet. Lang geleden was er eens een rood aapje. Hij ging in bad, poetste zijn tanden en ging naar bed. Nee, hij sprong in een ruimteraket en ging naar de maan. Hij ging picknicken met een dinosaurus en zwemmen in de zee. En hij beklom de hoogste berg. Dat was een drukke dag. Afgelopen. Wauw! Nog een keertje! We kunnen het lenen en het thuis lezen, Peppa. Maar ik wilde eigenlijk liever dit boek of dit boek. Je mag wel 3 boeken meenemen, Peppa. Yippie! Maar je moet niet vergeten ze op tijd terug te brengen. Ja, mejuffrouw Konijn. En u moet ook niet vergeten om uw boek terug te brengen, papa Beer. Ik zorg wel dat papa eraan denkt. Ja, Peppa, dat geloof ik zeker. George, Karel Konijn is hier. Georgie! Karel! Dinosaurus! Dinosaurus! Ah. Tot ziens, Karel! Ik kom je straks weer ophalen! George en Karel zijn beste vrienden. George! Kareltje! Jullie hebben mijn huis kapot gemaakt. Ga maar iets doen wat niet wiebelt. George heeft van de speelgoedmand een vulkaan gemaakt. Karel gebruikt speelgoedbomen om een oerwoud te maken. George maakt van blokken een rivier. Dinosaurus! Dinosaurus! George en Karel hebben de kamer veranderd in dinosaurusland. Ah! Ik ga hier weg. Er is te veel herrie. Ik zeg pomfrito. En ik zeg pomfrito. 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 Het fijne aan een regendag is dat wij naar belangrijke tv-programma's kunnen kijken. Pomfrito. 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 Mama, George en Karel hebben de slaapkamer veranderd in dinosaurusland. En dinosaurusland is erg lawaaierig. George heeft zijn beste vriend hier. Maar ik heb niemand om mee te spelen. Je zou Susie Schaap kunnen vragen of ze wil komen. Susie Schaap is de beste vriendin van Peppa. Mag Susie echt komen spelen? Nu? We bellen haar. Nee. Hallo, u spreekt met Susie Schaap. Susie, met mij. Wil je naar mij toe komen? Nu? Ja, Peppa. Mag ik als verpleegster verkleed? Ja. Maar je moet wel snel komen. Peppa en George zijn dol op zandkastelen bouwen. Kalm, kalm, George. Niet huilen, vent. Er zijn genoeg leuke dingen te doen op dit kiezelstrand. Zoals wat? Als het laagwater is, blijven er plassen met zeewater tussen de rotsen staan. Die noem je rotspoelen. En in iedere rotspoel is iets speciaals te vinden. Iets dat de zee heeft achtergelaten. Oeh, kijk. Ik zie daar iets glinsteren. Het is een munt. Wauw. Misschien heb je een piratenschat gevonden. Oeh. Laten we alles wat we vinden bij elkaar leggen. Ja, en we bewaren het in de emmer van George. Wat voor verrassing vinden we in deze poel? Er zit geen verrassing in deze poel. Er is altijd wel iets te vinden, Peppa. Kijk maar goed. Oeh, u heeft gelijk, opa. Ja, het is een krab. Oh! De krab knijpt stevig in opa's vinger. Auw. Auw. Stoute meneer krab.
Kijk, George. Meneertje Krab loopt opzij. George doet net alsof hij een krab is. Peppa wil ook een krab zijn. Wij zijn stoute krabben. Knijp, knijp, knijp. Knijp, knijp, knijp. Help! Er zijn twee stoute krabben die me willen knijpen. Knijp, knijp, knijp. Wij zijn stoute krabben. Knijp, knijp, knijp. Oh, weg, 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 jullie stoute krabben. Gauw terug naar jullie rotspoel. Ja, we gaan nog een rotspoel bekijken. Hoe denk jij dat die eruit ziet? Ik denk dat ik in de toekomst op de maan woon. En al mijn vrienden komen dan bij me op bezoek. En ik vlieg in een ruimteraket. Hallo. Ik ga nu een boodschap filmen voor iedereen in de toekomst. Zeg maar hallo daar in de toekomst. Hallo daar in de toekomst. Jullie wonen vast allemaal op de maan nu. En gaan op vakantie naar Mars. En iedereen vliegt rond in een ruimteraket. Geweldig. Het is bijna tijd om naar huis te gaan en alle ouders komen binnen. Mama, papa, we hebben een tijdcapsule. Ah, papa Big, precies op tijd om een gat voor ons te graven. Maar natuurlijk. Papa Big graaft in de schooltuin een gat voor de tijdcapsule. Zo. Kunnen we hem nu weer opgraven? Haho, hij blijft verborgen in de grond voor vele jaren. Oh, maar ik wil niet zo lang wachten. Peppa, je bent precies als je vader toen hij nog klein was. Oh ja? Ja, dat weet ik nog goed, want ik was ook zijn juffrouw. Zat papa bij u in de klas? Ja, net als alle andere papa's en mama's. Waar of niet? Ja, mevrouw Gazelle. Toen jullie papa's en mama's klein waren, hebben zij ook een tijdcapsule gemaakt. Inderdaad. We hebben hem naast een klein boompje begraven. Mogen we hem opgraven? Ja. Ik geloof dat hij hier in de grond zit. Oh, ik dacht dat de boom veel kleiner was. Ha-ho, het is ook al zo lang geleden. De boom is sindsdien nogal gegroeid. Snel, George. Zet je boot in de vijver voordat de veer is afgelopen. George is dol op zijn opwindboot. Mama, wind je mijn boot ook op? Maar dat hoeft niet met jouw boot, Peppa. Peppa's boot is een zeilboot. De wind duwt hem vooruit. Ik vind mijn boot niet zo leuk. Hij doet helemaal niks. Dat komt omdat het vandaag niet waait. Misschien heeft hij hulp nodig. Ik hijg en ik puf en ik blaas je boot vooruit. Hoera! Wat ging die hard, zeg? Peppa is dol op haar zeilboot. Nee. Daar heb je Peppa's vriendinnetje Suzie Schaap. Hallo allemaal. Hallo Suzie. Wij zijn aan het bootje varen. Nee. Ik heb een speedboot. Moet je hem opwinden? Nee, hij loopt op batterijen. De speedboot van Suzie vaart op batterijen. Oeh. Wat een coole speedboot. Sorry, mevrouw Eend. Daar is Henkie Hond met opa Hond. Hallo allemaal. Hallo, Henkie. Mijn opa heeft deze radarboot gemaakt. Oeh. Jongen zeg, dat is een prachtboot. En hoe werkt die? Hij vaart op stoomkracht. Wanneer ik dit hendeltje overhaal... Wow. Wat een geweldige radarboot. Hier is Kelly Konijn met haar mama. Hallo allemaal. Hallo Kelly Konijn. We zijn aan het bootje varen.
Is iedereen er klaar voor? Ja, papa Big. Kom, we gaan. Recycle, recycle, we doen aan recyclen. Blikjes, flesjes, oude kranten. Recycle, recycle, we doen aan recyclen. Dit is het recyclecentrum van mejuffrouw Konijn. We zijn er. Hoera! Hallo daar. Hallo mejuffrouw Konijn. Komen jullie om iets te recyclen? Ja, inderdaad. Wat fijn zeg. Ga je gang. Wat is mejuffrouw Konijn aan het doen? Ze recycelt alle roestige oude auto's. Wauw. Wie weet in welke bak de flessen moeten? In de groene. Dat klopt. En de blikjes gaan in de blauwe. Goed zo, Peppa. George wil de oude kranten recyclen. Oké, George, dan mag jij nu de kranten doen. Zo. Voor vandaag hebben we wel genoeg gerecycled. Ja. Kom, we gaan naar huis. Oh, waar is onze auto nou? De auto van de familie Big is weg. Achteruit! Oh nee, mejuffrouw Konijn is hem aan het recyclen. Stop! Dat is onze auto! Wat? Meen je dat nou? Ja! Ja! Onze auto is niet oud en roestig. Domme ik ben gewoon dol op recyclen. Ja, en wij ook. Maar we zijn ook dol op onze auto. Ja, en onze auto is dol op ons. Ja, toch? Kijk, daar is Henkie Hond. Met opa hond. Henkie Hond en opa hond staan ook in de file. Hallo, Peppa. Hallo, Peppa. We gaan naar mijn opa en oma voor de lunch. Maar we komen veel te laat. Het is al 1 uur. Ze zijn te laat, zoals gewoonlijk. Hoe gaat het met je aardappels? Die hebben nog wel even nodig, denk ik. Hallo, met oma Big. Hallo, oma Big. We staan stil in een lange file. Maak je niet druk. Wij zijn ook wat laat. Opa heeft zich vergist met de aardappels. Zie je zo meteen. De arme schatten staan stil in een lange file. Dan kan ik mooi nog even een paar kilo aardappels voor ons opgraven. Opa Big. We rijden super langzaam. Zo komen we nooit bij opa en oma Big. Peppa heeft gelijk. We moeten een andere weg nemen. Tja, dit kan nog wel uren duren. Ik weet een kortere weg. Tot ziens allemaal. Wij gaan binnendoor rijden. Tot ziens, Peppa. Succes! Mama Big rijdt nu binnendoor, zodat ze niet in de file hoeven te staan. Maar binnendoor is het nog wel hobbelig. Dit is leuk! Weet je wel zeker dat we goed gaan? Vertrouw me maar. Hallo eendjes, wij rijden fijn binnendoor. Kijk, daar is de hoofdweg weer. Goed gedaan, Mama Big. Maar we staan weer achter Henkie's kraanwagen. Hallo! Welkom terug! Oh nee, dat binnendoorrijden is niet zo goed gelukt. Mooi, de lunch is klaar. En het belangrijkste van alles is dat de aardappels gaar zijn. Hallo, Suzy. Dit is mijn nieuwe vriend, Leo Leeuwtje. Waar is hij? Ik zie niemand staan. Suzy heeft een onzichtbare vriend verzonnen. Zie je hem echt niet, Peppa? Zullen we met de bal spelen? Oké. Vang de bal, Leo. Peppa gooit de bal naar de onzichtbare vriend van Suzy. Leo kan de bal dus niet vangen. Jawel, hij heeft alleen geen zin om de bal te vangen. Wat vindt Leo wel leuk om te doen? Hij vindt hard brullen leuk. Denk je dat hij nu hard gaat brullen? Ja. Grom! Maar ik hoor jou toch? Nee, dat was Leo.
Ah, hallo Leo. Peppa doet net alsof ze Leo Leeuwtje kan zien. Leo, wil jij ook mijn vriend zijn? Wat vindt hij daarvan? Hij knikt met zijn hoofd. Dat betekent ja. Peppa, Suzy, komen jullie een lekker stuk fruitcake eten? Mama Big heeft 2 grote stukken cake voor Suzy en Peppa. Mama, Suzy heeft een onzichtbare vriend. Hij heet Leo Leeuwtje. Aha, en wil Leo ook een stukje cake? Grom, Leo is dol op fruitcake. Doe niet zo gek, Peppa. Dat was Leo toch niet? Dat was jij. Leo heeft liever chocoladetaart. Maar ik heb geen chocoladetaart. Wil Leo toch wat fruitcake? Grom, hij wil een klein stukje graag. Mama Big geeft Suzy's onzichtbare vriend ook een stuk cake. George speelt met meneertje dinosaurus. Dinosaurus. Grrr. George, je zit bovenop Leo. George weet niet dat Suzy een onzichtbare vriend heeft.